De bushouders van de route PL hebben vanmorgen de achterstallige brandstofsubsidie ontvangen. Afgelopen maandag waren de bushouders en buschauffeurs al naar het PLO-kantoor getogen om een antwoord te eisen van het bestuur. PLO-voorzitter John Mahadeo Singh had toen hardere maatregelen aangekondigd, indien de regering in deze het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, afdeling Transport, niet aan zijn verplichting zou voldoen. Afgelopen maandag had de PLO nog geen geld ontvangen van de regering en dat was niet in goede aarde gevallen bij de bushouders. ATV was vanmorgen ter plekke en brengt u een kort verslag. We staan hier bij het PLO-gebouw aan de Van het Hogeruitstraat, waar wij hebben kunnen begrijpen dat vandaag de uitbetaling is van het derde en het vierde kwartaal van het afgelopen jaar aan bushouders. De route die vandaag aan de beurt is, is PL, Paramaribo Lelydorp. We hebben getracht om het bestuur van de PLO te spreken, maar de heer Mahadeo Singh en zijn bestuursleden geven aan, het is veel te druk om de pers te woord te staan. Dus dan gaan wij proberen om enkele bushouders te spreken. Die willen ook niet, want ze zijn nog steeds een beetje verhit. Dus we gaan het alsnog even proberen om enkele bushouders te spreken die ons wel te woord kunnen staan. Het bestuur van de PLO had aangegeven het te druk te hebben om de pers te woord te staan. Ze hadden naar hun zeggen de handen vol met de uitbetalingen van de grootste groep bushouders. Deze uitbetalingen gaan morgen door.